In de wereld van Instagram waar alles perfect lijkt, maakte Jake Paul de vriend van Jutta Leerdam een opvallende misstap. Zijn volgers waren in de war toen ze hem onlangs zagen met een wilderige bos krullen op foto's vanuit Puerto Rico gepost op zijn sociale media. Normaal gesproken bekend om zijn korte haar leek Jake een drastische verandering te hebben ondergaan, maar niet alles was wat het leek. Laat je haar knippen en je baard trimmen. Je begint op Tom Hanks in Castaway te lijken, merkte een volger op onder de verrassende foto's waarop Jake te zien was met Jutta. Een ander vroeg zich af hoe snel groeit jouw haar, wat in eerste instantie leek op een dramatische haarverandering, bleek echter een photoshop fout te zijn. Scherpe ogen merkten op dat Jacques schaduw op een van de foto's nog steeds zijn oude, korte kapsel toonde. Je schaduw heeft een ander kapsel, werd er gecommenteerd, wat leidde tot hilariteit en verwarring onder zijn volgers. Terwijl de protoshop flatterde gemoederen bezig hield, staken ook zwangerschapsgeruchten in de kop op. Tijdens een recent bezochte gender-reveal-party georganiseerd voor Jaken's broer Logan en vrouw Nina, doken en Jutta op in interviews wat de geruchtenmolen op volle toeren deed draaien. Fans speculeerden wild, was Jutta misschien zwanger? Jutta haaste zich echter om de lucht te klaren via haar Instagram. Ik heb net mijn DM's gecheckt. Even voor de duidelijkheid, ik ben niet zwanger. Het was niet onze gender-reveal-party, verklaarde ze. Ze deelde wel haar opwinding over de onthulling dat Logan en Mina een meisje verwachten. Ik kan niet wachten om de baby te ontmoeten.